Hallo beste mensen, het is alweer even geleden. Ik heb het de afgelopen tijd nogal druk gehad, maar goed, het maakt niet uit. Een deel van het oogstwerk is bij ons in ieder geval voorbij. Anderen zitten nog middenin, wij gaan dadelijk ook weer beginnen. Maar ik wil jullie toch eventjes wat zeggen, omdat natuurlijk morgen Remkes op de planning staat. Ook hebben we een nieuwe minister van Landbouw. Echt veel geruststelling kan ik jullie niet brengen. Want onze nieuwe minister van Landbouw komt rechtstreeks van het VNO-NCW-blok. Dus, iemand van bouw op landbouw. Nou ja, iedereen krijgt natuurlijk het voordeel van de twijfel. Hij opent in ieder geval met een mooie zin dat het teveel bij de boeren neergelegd is, het stikstofprobleem. Ik ben benieuwd of hij nou ook de bouw erin betrekt. Maar goed, wij gaan het allemaal zien. Tot nu toe het voordeel van de twijfel, maar we zien het wel. We hebben er wel een klein beetje, onze nekhaars dan nog een overheid. Maar goed, dan komt Remkes. Het eerste rapport Remkes is ons ook niet zo goed bevallen. Het tweede rapport, zwaar verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Aan de andere kant dan zeg je van, ja, het kan alleen maar meevallen. Maar goed, daar gaan we dus afwachten. We hebben s'avonds met regiobeheer een vergadering belegd om te kijken hoe en wat dat we moeten doen nadat het rapport van Remkes is verschenen. Weten jullie in ieder geval dat wij er bovenop zitten. Verder wil ik nog even hebben met jullie over de informatieavond die we van de week hebben. Wij hebben de 7e hebben wij een informatieavond. Daar gaat het over stikstofreductiemethodes. En dan denken jullie misschien, we zijn helemaal niet voor stikstof reduceren. Maar als er natuurlijk economische voordelen kan bieden, dan zijn we er misschien allemaal wel voor te porren. Het zijn vrij nieuwe methodes, vers van de pers en eigenlijk nog zeer onbekend. Dus wij dachten, laten wij eens een avond organiseren in samenwerking met Fixol Seeds van Walter Joosten. En wij willen jullie van harte uitnodigen, ook als je geen FDF-lid bent, kom gerust naar deze avond. Het is het wapen van Van Rooij en jullie zijn allemaal van harte welkom. Ook komt er nog een prominente gast die jullie ook allemaal heel graag zullen willen spreken, dat weet ik zeker. Verder kan ik er nog een beetje niet te veel over vertellen, want dat is een verrassing. Dus, wil je op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op stikstofgebied, dan is dit misschien een mooie kans om eventjes aan te sluiten, een avondje. En dan ben je in ieder geval weer bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Mensen, tot ziens. En tot de volgende vergadering. Groetjes, doei doei.